Financiënminister Armand Gijbersing hoopt dat er geen schuldeisers meer zich komen aanmelden voor achterstallige betalingen waarvan de regering niet op de hoogte is. Hij sprak journalisten vanmorgen voor de aanvang van de wekelijkse ministerraad. Nou, ik denk dat schuldeisers, als ze vorderingen hebben op de overheid, dat er geen oproep nodig is, dat men zich vanzelf meldt. En ik moet zeggen dat dat is een stuk minder nu. Je ziet wel dat we, want we denken vaak aan leningen als we praten over schulden. Maar die enorme hoeveelheid ressources die openstaan zijn ook schulden die ingelopen moeten worden. En die mensen dienen zich constant aan met het verzoek om geholpen te worden. En binnen de mogelijkheden die we hebben, lopen we in. En we hebben behoorlijk wat ingelopen. Maar we zijn nog niet zo ver dat we iedereen hebben kunnen tevredenstellen. Volgens Gijbersing loopt het heel goed met het IMF-project. Er zijn duidelijke afspraken ten aanzien van de flexibiliteit van het IMF over de aflossingen die Suriname moet doen. Ik kan u zeggen dat er de local representative, dat is de persoon van IMF die hier in Suriname een tijdje gaat wonen om ons te helpen bij het uitvoeren van het programma en namens IMF gaat monitoren. Die is gisteren aangekomen in Suriname. En aanstaande vrijdag, dat is overmorgen, komt de technische missie. Dat is dus de missie van IMF waar we mee onderhandeld hebben. Onder leiding van de mission chief, meneer Ding Ding, naar Suriname 2 weken. Ik dacht 10 dagen om exact te zijn. Om gesprekken te voeren en kijken waar we staan en hoe we voort moeten gaan. Ik wil in één adem vertellen dat ik goede gesprekken gevoerd heb met toppers van IMF in Washington. En ik heb ze gevraagd om rekening te houden met de situatie in de wereld die op ons afkomt. Gijbersing zegt dat we ons ervan bewust moeten zijn dat toen het IMF-programma voor Suriname werd gemaakt, de oorlog in Oekraïne nog niet was begonnen. De oorlog treft namelijk de totale wereldeconomie, dus ook de economie van Suriname.